Ze zijn er bijna allemaal, de sporters die afgelopen weken in Tokio in actie kwamen. Sommigen zijn al weken terug in Nederland, anderen pas net. Maar ondanks de vermoeidheid is het feest. Eindelijk samen met familie en vrienden die ze in Tokio moesten missen. Want daar waren de stadions tijdens de huldigingen bijna leeg en een feest zat er al helemaal niet in. Dit is wat ze moesten missen. Bij vorige keren van de Spelen, zoals hier in Brazilië, bouwden de Nederlandse supporters en de fans samen een feestje. Geef een groot applaus, Daphne Schippers! Maar helaas, door corona kon dat in Japan niet. Maar vandaag wordt dat dus ingehaald. Voor de medaillewinnaars begon het al in de ochtend in Den Haag. Het is voor mij een eer om naar de koning te gaan en met Rutte. Ja, we hebben echt heel hard hiervoor gewerkt en we gaan ervan genieten. Niet doorbijten hoor. Ik heb zin om Maxima te zien. Dus. En ook de koning. Benieuwd hoor. Wat ze aan heeft. Ja. Maar eerst nog een toespraak van premier Rutte. Jullie hebben tegenslagen overwonnen, ongelooflijk veel trainingsuren gemaakt, onder grote druk en onder deze moeilijke omstandigheden gepresteerd. En daarmee hebben jullie ons allemaal in Nederland een prachtige tijd bezorgd in de afgelopen 2 weken. Namens heel Nederland wil ik jullie dan ook nogmaals daarvoor bedanken. En nogmaals, van harte gefeliciteerd. Daarna nog een bezoek. De sporters mochten op visite bij de koning en koningin. Dat was dus nog niet alles. Daarna kon het dak er echt af op het strand in Scheveningen. Met huldiging voor publiek. En daarna snel naar bed. Of toch nog even verder feesten.